werken, heeft Petronel met die lauweren weggestapt. Ines Benari was op zijn dag zelf een ATKV Crescendo winner en nu zit hij hier als organiseerder van die nieuwe en hallo Ines. Aangenaam om hier te wees, dankie Jacques. Mensen was bang dat Crescendo in een groeverval uittijds raak. Jullie het hem aangepast, helemaal nieuwe benadering, jullie het naar ons gekomen, ons kijkers het ook gestem. Ja. Wat nou in terugblik op hierdie jaarse competitie het verander? Ek is ontzettend opgewonden, want voor de eerste keer het die Afrikaanse luisteraars en kijkerspubliek het hulle geleentheid om te sê, man, dis ons meisie, dis ons man, ons hou van dit. Mm. En in die verlede, vir 25 jaar, het Crescendo baie goeie werk gedoen. Maar ek dink een mens moet aanpas en jy moet sê, ons moet hoor wat die mense wil hê. Mm. Petronel Baard van Verliesdorp het hierdie jaar se Crescendo competitie van die ATKV gewen. Petronel, hallo. Hallo Jacques. Jy is een harde baard. Baie geluk met die competitie. Baie dankie. Ja, jy die looks, jy die body, jy die songs, jy die muziek in jou, jy die drama achtergrond. Waarin gaan het nou? Wel, nou moet ek eers oor dit kom wat ek gewen het, want ek is heel te mal oorstap, dis wonderlik. Nou moet ek, ons gaan nou een studie snij. Die, daar gaan die contant gedeelte van die geld uit wat ek kan gebruik om my studieskuld te betaal, wat ek graag wil. En dan die rest is alles in die studiekontrak en ook in die video wat julle klaar gewys het hier. En die studie word dan nou, daar het my so 5 verwerkers of 4 aangewys wat my gaan help om die muziek te verwerk wat ek soort van al klaar omtrent onder die been het. Wat is jouw muziek? Waar kom je muziek vandaan? Zit je en schrijf het? Schrijf ja, muziek, ja. Nee, ik schrijf zelf alles wat ik... Van hoe diep af? Hoeveel... Baie diep af, ja. Mijn grootste instrument is klavier, ik kan zitten bij klavier en ik is malle oor om te kijken wat nieuwe ranges ervan praat, ik mee kan spelen en dan zal die woorden later bij komen. Mensen staan nog lachen, reelt ik nog genoeg gewacht.